Ja, maar we moeten nu snel zijn, anders ziet iedereen ons. Oké, ik ga eerst. Ja, toen gaat het doorheen dan. Naar beneden, naar beneden, naar beneden. Ja. Ergens. Kijken, is dit de cel? Martje! Hé, wat? Oh. Ik ben het maar. Ja, sorry, ik schrik. Martje, ik weet niet wat dit is, maar er lag wat in mijn cel. Huh? Kan ik het in je kist doen? Ja, ik moet even de sleutel pakken. Oké. Laat me even. Geef me de sleutel even. Ja. Ja, oké. Alsjeblieft. Moet je kijken. Oh, die broodjes horen er niet bij, maar zie je dit? Oh, dankjewel. Hé, hey, Martje, wat doe je nou? Ja, terug, ik heb dat nodig, joh. Echt terug. Oh, waarom? Hé, hey, maar jij hebt hier niks mee te maken, hè? Waarmee? Nou ja, dat ik in één keer in mijn cel een of andere dropper vind met daarin allemaal pus. Ja, hallo. Maar... Heb jij er wat mee te maken, Martje? Martje, heb jij er wat mee te maken, ja of nee? Jij wilt toch spullen? Ja, maar... Oké, we hebben een probleem. Wat dan? Omdat dit is drugs en dit is allemaal drugs en dit is een wapen. Als we hiermee gepakt worden, ja, dan zijn we zwaar lul. Oh shit. Ja, weet jij toevallig ergens een plek waar we het op kunnen slaan? Of weet je een plek waar we ergens kunnen komen waar andere gevangenen niet kunnen komen? Er moet iets zijn waar we... Ik ben hier eerder... Ik heb eerder proberen uit te breken hier. Ja? Dat was toen cel nummer 8. Ik weet niet of er nog iets is. Ik bedoel, het is al heel veel veranderd hier. Oké, maar dus wat moet er in cel nummer 8 liggen dan? Ja, daar moet niks liggen. Daar ligt gewoon een luikje en... Dan kan je naar beneden. Naar beneden? Waar naar beneden? Ja, in het riool. Dus... Al die vieze drollen van deze gevangenen. Wacht. Maar het riool, kunnen we niet ontsnappen via dat riool? Dat weet ik niet. Mij is het toch niet gelukt. Ja, ik heb het geprobeerd. Het was hartstikke moeilijk, joh. Oké. Weet je hoeveel wegen er zijn? Zullen we een kijkje gaan nemen? Ja. Klinkt misschien raar, maar... Ja, als het kan. Ik weet niet of het er is, hè? Nee, misschien okay, is het okay. Veranderd. Kom, we gaan kijken. Neem je wapens mee. Ja, dat kijk. Ik heb het mee. Je hebt het mee? Ja. Oké, ja, top. Oké, let's go. Ja. We moeten oppassen dat die guard ons niet ziet, want die loopt al de hele tijd me aan te staren. Ik heb namelijk gezegd dat hij me in bescherming moest nemen van jou. Oh. Laat hij daar ergens? Ja, omdat ik niet wilde dat hij wist dat ik bij jou hoorde, snap je? Ja, maar hallo. Oh ja, nee, dat klopt wel. Ja, want je bent hier best wel berucht namelijk. Ja, en beroemd. Ja, wat is die nou aan het doen, joh? Ik snap het niet. Die mensen die staan hier de hele dag te trainen. En... Ja, tuurlijk. Ze willen gewoon van ons winnen een keer, hé. We hebben toch best wel maar... Ja. Oké, hij is weg. Even kijken. Cel nummer 8. 8. Nee, wordt hem niet achtervolgd? Ja, die gast achtervolgt ons. Ga... Okay. Nee. Shit. Hij zag het bijna. Oké, jij gaat naar binnen. Kom. Ja. Let's go. Kom. Okay, even kijken. Hier moet dus ergens een... Hier zit wel een luik. Oh my god. Vraag is hoe we dit open gaan krijgen. Ja, dat weet ik niet. Wat is dat voor cadeautje ernaast? Ja, dat weet ik niet. Het is een kerstcadeautje of zo. I don't know. Zie je, ik vertrouw dit niet, Martje. Nee, net alsof ze willen dat we hier ingaan. En alsof ze willen dat ik... wapens heb en cocaïne, want ik weet niet door wie je het hebt geregeld, maar... Even bukken, want straks zien ze ons. Oké. Okay. Hij schreeuwt al weg hier, maar... Oké. Hij staat daar ergens, ja. Ja. Oké, laat ik het gewoon proberen open te breken. Ja. Met mijn mes, oké? Ja, probeer het. Wat? Dit ging wel heel makkelijk. Maar dit vertrouw ik niet. Snap je? Dit is... Ja, maar we moeten nu snel zijn, anders ziet iedereen ons. Oké, ik ga eerst... Ja, toen gaat het doorheen dan. Naar beneden. Ja. Oké, laten we hier stil gaan zijn. Is er een manier dat we dat ding dicht kunnen krijgen weer? Dat weet ik niet. Probeer eens wat.
Ja? Ja, hij is dicht. Oh mijn god. Hij is dicht, oké. Okay. Waar zijn we nu en welke moeten we op? Weet ik niet. Misschien is hier ergens een plek waar we het op kunnen slaan. Daar is ook wat. Zullen we daar eerst even een kijkje nemen? Ja, gadverdamme. Wat een drolle. Ja, sorry. Enige water. Wat is dit hier? Even kijken, als we hier naar boven gaan. Naar boven? Is dit nieuw of zo? Weet ik niet. Wat is dit? Weet ook niet waar we uitkomen. Dit is de isolatiecel of zo. Oh. Dien, herken jij het? Nee, ik ken het niet. Ik heb ook geen enkel idee. Oké, laten we even nadenken. Waar zou de uitgang zijn? Want misschien kunnen we hier wel een manier vinden om te ontsnappen uit de hele gevangenis. Ja, ik weet het niet. We moeten in ieder geval even rondlopen dan. Anders weten we het nooit. Oké, laten we wel wat is jouw? Wat voor gevoel is jouw... Welke kant op? Ik heb echt het meest slechte richtingsgevoel van elke man op de hele aarde. Dus ja. Ik kan daar niet over meepraten. Nee, ik kan niet zo snel als jou hoor. Oké, laten we even... Wacht, ik hoor wat. Ik moet niezen. Nies dan. Oh! Nou. Ik hoop niet dat iemand me hoorde. Maakt ongelooflijk veel lawaai. Ja, dat echo hier. Hoor je dat? Ik hoor iemand praten. Waar dan? Alsof iemand... Oh, een radio. Is dat een radio? Een radio? Ja, ik hoor een radio in de achtergrond. Ik weet het niet. Ik hoor niks. Nee, maar jij bent ook helemaal verkouden. Volgens mij zit je oren ook verstopt. Ja, ik hoor echt helemaal niks. Kijken. Wat zou een manier kunnen zijn om te ontsnappen? Wat zijn trouwens al deze luiken? Ja, dat weet ik niet. Het zijn allemaal van die luiken. Alsof hier ook wat zit of zo. Ik ga bij jou lopen, want anders lopen we wel heel erg uit elkaar. Jou raak ik voorlopig ook 2 dagen niet aan. Wat dan? Je zwom echt net door een hele grote drol heen. Moet jij knallen, hè, mij? Hey, het stinkt. Oh, ja. Ja, sorry. Is dit? Wat is dit, hè? Martje? Huh? Hier zit een dropper. Of een dispenser. Wat? Hoe kan dat? Zouden we daar onze wapens in op kunnen slaan? Ja, dat weet ik toch niet. Is dat veilig? Nou ja, het is in ieder geval veiliger dan in onze cel neerleggen. Ja, maar hoe komen we hier weer terug? Als we het nodig hebben. Ja, nou ja, ik trek hem wel op met mijn klauwen, dat ding. We hebben nu in ieder geval het slot gebroken met die mes. Ja, dat is waar. We hebben in ieder geval een manier om eruit te komen. Maar ik hoop alleen niet dat die gevangenen zeg maar ontdekken dat dat ding los zit. En dat ze straks dat ding gaan lokken. Even kijken. Wat is hier voor de rest allemaal nog meer? Ik denk dat we dit op een ander... Wacht, hoor je dat? Wat? De alarm gaat af. Shit. We hebben een probleem, Martje. Ik denk dat we hier onze spullen in moeten doen. Ja, echt? Ja, als we straks naar boven gaan en ze komen erachter dat we hieruit komen, dan weten ze straks dat we wapens hebben en zo. Ja, en nu? Wat moeten we nu doen? Waar moeten we heen? Ja, ik denk dat we naar boven moeten. Ja, maar even kijken. Ik ben niet zo snel. Oh ja. Zullen we hier naar boven gaan? Ja, dat is de enige optie volgens mij nog. Lijkt me het beste idee. Oh, shit. Oké. Kom op, Martje. Ja, snel. Ja. Eruit. Ja. Deur dicht. Oh, ze zitten ons ook allemaal aan te kijken. Zijn we apen of zo? Ik zie alleen die prison guard is op zoek naar ons. Oh, shit. Let's go. Hey. Ja, Waar komen jullie vandaan? Niks aan de hand. Dacht even niet, hup. Nee, hey, joh. Hoe komen jullie? Hoezo? Meekomen? Denken jullie nou? Kom op, man. Waarom moeten we Hoezo? Mee? We hebben niks gedaan. Meekomen, doe niet alsof je dom bent, Bart. Ik heb nog nooit wat gedaan. Ja, helemaal niet, Martje. Oh, wow. Alsof we dom zijn. Meelopen. Ik begrijp het niet helemaal. Nu. Wij waren... Ja, ik loop al mee. Vietje. Hup, rechtdoor. Hop. Maar wij waren gewoon even wat privé-tijd aan het hebben in die cel daar. Helemaal niks aan de hand. Ja, maar jij kon haar toch niet? Nee, ja, ik ken haar ook niet, maar ik heb een leren. Oh, nog liefst tegen mij, Bart. Moest je beveiligen, maar. Ik kon helemaal niet erover. Niks aan de hand, we lopen gewoon netjes mee. Ja. Niks aan de hand, loop maar door. Nee, er is niks. Er is helemaal niks. Nee, niks er is gewoon niks, oké.
Dit is gewoon niks. Jongen, je hoorde echt gewoon... is gewoon helemaal niks. Ik hoorde een alarm en ik zag jullie daar vandaan komen. Dat is niet helemaal waar wat jullie... Ja, ik weet ook niet waarom de alarm afging. Ik weet ook niet waarom afging. Dat afging, nee. Misschien is het de eerste van de maand of zo. Maar we kunnen hier in principe wel over praten. We kunnen, gaan hierin, hup. We kunnen een normaal gesprek met elkaar hebben over bijvoorbeeld hoe jouw dag is. En of je een vriendin hebt of een vrouw of een partner. Ik gaat jou helemaal niks aan als mijn privéleven, hup. Ja, maar we kunnen gewoon een normaal gesprek met elkaar voeren. We hoeven helemaal niet de isoleercellen in. Dat hoeft helemaal niet. Nee. Je hebt niks te willen. Hup. We kunnen elkaar gewoon beter leren kennen. Oké, we gaan al. Ga jij eerst? Shit, Martje, dit... Oh, man. Oh, nee. Hey, maar luister. Dit hoeft helemaal niet. We kunnen in principe wel een dealtje met je sluiten. Dealtje, ik hou niet van dealtjes, Bart. Dat heb ik je toch al duidelijk gemaakt. Ja, maar luister. Volgens mij heb jij helemaal geen enkel recht om ons hierin te stoppen. Geen enkel bewijs. We hebben helemaal niks gedaan, dus. Wat hebben we gedaan? Ik heb geen bewijs nodig. Kijk, zie je dit? Een stok. Ja? Oké. Ik loop al mee. Welke moet ik in? Deze hier in toe. Daar zitten ons ook allemaal aan te kijken daar. Ja, we zijn aapjes, Bart. Martje, hey, mag je Nee, Martje ja, kan best nee, wel... ik ga bij hem erin. Martje kan best wel bij mij erin. Ik ga bij hem erin. Nou, wij kunnen best wel bij elkaar blijven. Tja. Hey, leuk man dit. Ik zou even overleggen, en anders kom ik jullie straks weer halen. Maar ik had jullie wel door, jongens. Ja, nee, wij hebben helemaal niks te maken met een alarm. Helemaal niks. Nee. Bart, ga eens even met hem praten. Luister. Ga gewoon praten. Ik weet niet wat je denkt. Maar als jij niks gezien hebt, dan beloond worden. Wellicht. Ja. Hè? Er kan een beloning eventueel tegenop staan. Jullie kunnen altijd zo mooi praten ook, hè? Nee, maar luister, als jij gewoon vergeet dat wij uit die cel kwamen. En gewoon, we blijven gewoon in de ISO, geen probleem. We gewoon meewerken. Maar jij vergeet gewoon dat wij in die cel waren. Achoo! En dan, sorry. Oh ja, mag ik trouwens een andere isoleercel? Dan word ik ook verkouden. Ik neem wel een andere. Nee, jullie wouden dit zo graag. Nee, Luister. Meneer. Okay. Het enige wat ik van je vraag is, vergeet dat wij uit die cel kwamen en alles was opgelost. Als en je dan, me één ding verbart. Ja? Wat deed je daar? Nou, ja, we waren plannetjes aan het spelen. Oh, jongen. Daar gaat de beveiliging van jou. Het enige wat ik vraag van jou is, vergeet dat wij uit die cel kwamen en dan is het prima. En dan staat er een flinke beloning op je te wachten als ik vrij ben. Het enige wat ik zeg. En misschien zou ik het dit keer door mijn vingers zien, maar als ik jullie nog één keer betrap, samen of wat dan ook, hebben jullie een nog groter win. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, maar er is niks gebeurd, dus... Er is helemaal niks gebeurd. Wat is er net gebeurd, Hop? Wat was er gebeurd? Nee, jij gaat naar die andere cel toe. Nee, er is toch niks gebeurd? Nee, er is wel wat gebeurd en dat weet ik niet meer. Bart. Dus, kom hier precies, maar in. Bart. Hij weet niet... Ja, wat is er? Hij gaat jou eerst beveiligen. Ja? Ja, en daarna ik weet doet het hij, niet. Ja, maar en daarna doet hij nu alsof er niks is gebeurd. Hij luistert wel naar ons, hè? Ja, we hebben hem in principe hebben we hem best wel in de hand. Ja. We moeten gewoon alleen zorgen... Hallo, Martje, wat zei ik nou net tegen jou? Sorry, ik ben een beetje verkouden, ik hoor het niet Martje, zo goed. We spreken elkaar snel. Ja, we spreken elkaar cel. Alweer? Ja, cel. Ja, ik ga al.